Welkom bij de finale van het Kersthuis. Allereerst natuurlijk allemaal gelukkig nieuwjaar. We hebben 3 finalisten. Die kregen de meeste stemmen. Ja, dat wel. Ik vond ze niet het allermooiste om te zien. Maar daar gaat het niet om. Hè? Het gaat erom op wie er het meest is gestemd. Ja. En dan kom je in de finale. Ja, oké. Voordat we naar de finalisten toe gaan, gaan we eerst nog even naar wat andere deelnemers kijken. Die waren veel leuker. Dus. Ik denk dat we hier moeten zijn. Ik denk het wel. Ja, dan zit ik zo. En dan ga ik lekker zitten genieten. En de buren die hebben eigenlijk maar niks aan de overkant. Nee, ik denk dat daar de klachten vandaan gekomen zijn. Nou ja, luister. Misschien kunt u het volgend jaar bij hun in de tuin zetten. Heeft u nog? kunt u er goed naar kijken? Ik denk dat ze me dan wegschieten. Goedenavond. Hallo. Oh. Kom erin. Het begint al in de gang, hè? Ja, ja. Moeilijk doorkomen, ja. Jongen. Oh. Ik ben als een dood dat ik iets omstoot heb. Het staat wel lekker allemaal lekker dicht op elkaar, hè? Ja, lekker vol. Ja. Dat geeft sfeer. Is dat het? Bert, ze hebben alles tegelijk aangezet hier. Dat is Bertus de Hoekie. Dit is Bertus de Hoekie. Zo, Bertus. Heb je een beetje een kerstgevoel te pakken? Ik zie hier nog wat mooi weggewerkte snoeren. Mooi verdeeld. Ja. 3 stekkerdozen. Maar het ziet er niet veilig uit. Ja, het is veilig. Weet je het zeker? Ja, kennis die heeft het nagekeken. Ja. Die woont in Wateringen. Die is elektricien. Die heeft er verstand van. Nee, serieus, die is elektricien. Oké. En zit hij al lang zonder werk? En hou je ook van kerstfilms? Ja, daar heb ik er van de week al 4 van gekeken. 4 kerstfilms al? Ja, ik heb er een hele stapel van. Een paar kerstfilmpjes vroeg je toch? Een paar heb je er meegenomen. Ja, ik ben wel. Moet je even helpen? Film van... Gerard Joling? Nee, dat is Kret Dane. Oh ja. Hier, zie je het? En dan Santa Claus. Ja, die ken ik wel. Nou, Nanny Play en Olivier. Nou, en dan Scrooge, hè? En Crystal Carol. Maar je ziet, ik heb wel een paar filmpjes in huis, dus we kunnen film kijken. We hoeven ons niet te vervelen. Nee. Wat vind je nou het allermooiste wat je hebt? Okay. Ja, dat is mijn raam. Dat had ik allemaal, want dat vind ik altijd het mooiste. Want ik heb gewoon de streepjes op mijn raam. Die laat je gewoon zitten, tellen. Die laat ik zitten, die streepjes, de maten. Dus ik kan het elk jaar kijk, het zo weer op de maat gewoon zetten. Simpel is dat? Ja. Ik zie hier 2 kerstbomen in de woonkamer. Ja. Het zijn bonuspunten hoor. Telt ook eens een halve kerstboom, hè? 2,5 kerstboom. Ja. Oh. 3. 3 kerstbomen. 4. Jeetje, het houdt me niet op. 5. 6. Nou gaat hij los. 6. 7. 7. 8, 9, 10. 11, 12. 12 kerstbomen. Wie hebt er 12 kerstbomen in zijn huis? Nou, alleen Piet in bed, denk ik. Ja. We gaan naar de voordeur. Wat zei je, hè? Mees, ja, we uitzwaaien. Je bent er klaar mee? Ja, we moeten gaan, begrijp ik. Nee, ik weet precies wanneer ik ergens niet gewenst ben. Let's go. Ik vond het hartstikke gezellig, ja. Jongelui. Ik zou jullie nog 1 keer dag zeggen. Ja. Ja, komt het uit? Bedankt. Nou, fijne dagen. Ja. En tot ziens, hè. Luister, wij moeten naar binnen. We gaan het nog 1 keer opnieuw doen. Ja, ook. Nou, nou opnieuw. Niet, nou moet je het even goed doen. Oké, even serieus. Nou, goede reis naar huis. Dank u wel. Bedankt voor alles. De cameraman ook. Ja. Ja. Nou, jongen, tot ziens en bedankt. Hai Tai. Ja. Groetjes, veel plezier. En prettige kerstdagen. En bedankt voor alles, hè, voor de gezelligheid. Doei. Merry Christmas. De eerste finalisten zijn een echtpaar uit Den Haag. Zij kregen ruim 4000 stemmen. Dus kijk even mee naar het kersthuis van Rinus en Riet uit Den Haag. Hoe laten we dit eigenlijk allemaal? Nou, bij Rinus en Riet, want die hadden niet zoveel. Goedenavond. Goedenavond. De gang is gelijk gezellig, hè? Dit is het kersthuis
waar de gezelligheid altijd is. Oeh, zo! Het is prachtig. Niet te druk, maar gewoon gezellig. Dat oude wets nog, wat je dus vroeger had. Misschien nog wat extra lichtjes erbij? Als het kan wel. Ik heb alles alleen gedaan. En ze mag kijken en ze mag nergens aankomen. Echt waar? Ja, echt. Dan zegt hij, nee, moet niet mee. Ga jij maar zitten. Nee, maar... Ja, ik zeg, jezus, ik bedoel het toch goed. Daar word ik peu-nerveu van. Ja? Als iemand staat en zegt, ja, je moet het zo doen of je moet het zo doen. En dat wil ik niet. Ik hou hoer te veel. Weet ik dat allemaal, ja. Maar als je dan toch iets aanraakt, wordt hij dan ook boos? Nee, ik raak niks aan. Nee? Nee. Die. Ik heb daar kaarsen staan. Die zijn dik 50 jaar oud. Die heb ik nog van mijn... van mijn ouders gehad. Okay. Het is een mooie gelegenheid om die even aan te steken. Zeker. Nee, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Nee. Was het dan ook dat uw vader dat ook allemaal alleen wilde doen? Ja, klopt. Mijn moeder had wel eens commentaar erop. Ja. Maar dan zei hij, ko, mond houden. Dus de appel valt niet ver van de kerstboom? Nee, zeker niet. Ja, toch? En ik heb volgens mij nog nooit zoveel kerstballen in een boom zien hangen. Nee, ja. Hoeveel ballen zijn het? Nou, ik denk een 300. Het is wel kunst, hè? Ja, dat... Vroeger had ik altijd een echte boom. Ik wou nooit aan een kunstboom. Want je zegt, je gaat niet meer dat zeg ik niet. Zeg het maar. Met een kunstlul naar de hoeren toe. Nee, toch? Dat is toch waar? Met een kunstlul naar de hoeren toe? Dat doet er ook niet. Ik schrijf hem even op. Maar gaat u dan nu ook met een kunstlul naar de hoeren? Dan moet ik even de dokter bellen. Kijk eens, dat alles weten. Is goed. Wat hebben we hier? Dat zijn de foto's van de laatste zaak die we hadden. Een koffiehuiscafé, kun je het noemen. Dan heb ik een kerstman voor het raam. Ik heb weer een kerstvrouw voor het raam. Een kerstvrouw? Een sexy kerstvrouw. Oh ja. Ik zie verdacht veel foto's van die kerstvrouw. Ja, dat vonden de klanten leuk. Dat vonden de klanten leuk. Ja. Nog één. En wanneer zijn jullie gestopt met de zaak? 10 jaar geleden, in 2003. Toen zijn we gestopt wegens... Wees gezondheid. Het is eigenlijk bijzonder dat het er allemaal staat dit jaar, Rinus. Nou, ik heb een beetje... Ik ben ziek geweest, ik wou er niet over praten, dus... Nee. Maar... ik wou eerst niet meer. Ja, de kerstdagen niet meer. Ik heb een kantje boord gelegen en ik had er geen zin meer in. Nee. Maar ja, toch doen en proberen. Toen ook zeg, ja, doe het dan, probeer het dan. En ik ben half oktober ben ik toch proberen. Ja. Scheur in, er staat alles in, eruit. Nou, toen ben ik de gang gegaan en toen had ik het er toch. En nu ben ik blij dat ik het gedaan heb. Ik ook. Ik ben ook blij dat je het gedaan hebt. En al die mensen langs lopen altijd. En binnenkijken, tikken, klappen. Zitten ze zo. Ja. Ik krijg er toch steeds meer zin in. Ja? Ik wil ja. Kunnen we vast aftekenen dat het volgend jaar weer gaat gebeuren? Ja. Gelukkig. Staat. Goed zo. Oké. Hand erop. Oké. De volgende finalisten, die hadden niet eens zo heel veel, maar ze hadden een geweldig dorp van ijsberen. Ja. Koud, keel, beetje Alaska idee, maar goed, ze kwamen uit Rijswijk, dus dat telt ook mee. En ze hadden tenslotte de meeste stemmen, dus ja. Die zijn niet thuis. Belde het niet, moest kloppen. Hoi. Hoi, Justin. Hoi, Justin. Goedenavond. Ja, heel veel mensen van het bejaardentehuis die stoppen hier altijd voor de deur. En die gaan even kijken nemen. Want wij beginnen eigenlijk al 2 november. 2 november al? Ja, na het overlijdingsdatum van mijn moeder. Zo! Een ijsberendorp. Ja, dat is weer wat anders dan al die dorpjes van de normaliteit altijd natuurlijk. En dat vinden we wel, ja, we willen ook een keer wat anders voor de kinderen. En die vonden de beertjes ook wel leuk.
Ja, dit hebben we eigenlijk met de hand gesnipperd, allemaal van piepschuim. Hebben we met de hand gedaan, dus ja, we hebben alles een beetje verzint. Terwijl, je hebt wel slim gebruik gemaakt van het hondenhok, hè? Ja, ja, dat is, ja, jij moet toch iets met die ideeën doen om, ja, om die hondenhok weg te gaan werken. En dat, om het toch een beetje leuk te maken en alles. Voor de kinderen ook en ook voor de hond lekker warm. Wat heb je allemaal aan de boom hangen? Nou ja, vorig jaar had ik een goudrode boom. En ja, dat combineert natuurlijk niet mooi daar. Kan ook echt niet meer. Nee, dat 2013. Kan niet meer. Dus ja, daar heb ik een ijsblauw met witte boom. En ja, ik heb een nieuw treintje. Alleen ja, de batterijtjes doen er niet. Dus die rijdt niet? Nee. Okay. Je moeder is er niet meer? Nee. Is dat al lang? Ja, ze is nu bijna 7 jaar geleden overleden. Plotseling. 18 september hebben we haar verjaardag gevierd, werd ze 50. En 1 november is ze helaas overleden aan een bloedproep van de operatie die naar de hersens is gegaan. Ik miste haar nog elke dag. Ze was niet alleen mijn moeder, maar ze was ook echt nog mijn beste vriendin. Vandaar ook dat mijn moeder natuurlijk 1 november is overleden. En dat ik dan 2 november te erg ook met gedachten aan haar lekker ga versieren en lekker aan de mooie herinneringen denken die ik altijd met haar en mijn vader en mijn zusje heb gehad. Vroeger dus. De laatste finalist is een pittige tante. Ze had niet echt een heel vol kersthuis, maar ze kreeg wel de meeste stemmen en het mooie cd ook echt mee om te winnen. Het is Gwen uit Delft. Hoi. Goedenavond, wat Gwen. Leuk, West. Geweldig. Hallo. Welkom. Kom verder. Alsjeblieft, dit is het kersthuis. We waren dus net bij Angela en daar kon je dus werkelijk echt je kont niet keren tussen de kerstspullen. Ja. Het is hier wel iets minder. En waarom vind jij dat je echt een kersthuis hebt? Ik hoop dat ik een kersthuis heb, maar ik weet het niet. Maar je vindt het zelf wel echt een kersthuis? Ja, ik vind dat wel. Dat vind ik wel een beetje. Ja, absoluut. Wat kun je vertellen over je versieringen? Wat is bijzonder? Wat het bijzonders is? Gewoon, het zijn ballen. Wat ik wel heel erg mooi vind, dat is die heb ik van mijn vriendinnetje gehad. Die engel? Dat is een antieke engel en dat gouden kleurige balletje wat daar bovenop staat, dat heeft mijn dochter nog gemaakt toen ze een paar jaar oud was. En als je heel goed kijkt tussen alle ballen door, zitten er ook een paar engeltjes. Ja, daar, hier. Oh, ja. Daar. En overal zitten ze ertussen. Maar ik vind het wel schattig. Ik ga even kijken of je lichtjes goed zitten. Dat kunnen we niet zo doen, toch? Kijk uit! Oeps. Gaat ik je mooi. Ik ga even kijken of je lichtjes goed zitten. Dan steek ik ondertussen even mijn trui in de brand. Knijp je ogen dicht. Ja, en dan, ja, als je kijkt, ja, linksboven kan er wel een lichtje bij. Ja, daar. Waarom moeten mensen op jouw kersthuis stemmen? Omdat ik wil winnen. Nee, ze moeten niet, ze mogen. Maar ik vind het wel leuk om toch een beetje, ja, stiekem, te winnen. Wie is dan dat? Charles Dickens, ken je dat verhaal? Ja, ken ik, ja. Mooi, dat heb ik net ook een en ander over gehoord. Ik dacht die Dixon heette. Dit staat er gewoon altijd, toch? Nee joh, Nee. Nee, ik denk dat de kracht van kerst is, maar dat weet ik niet zeker. Dat is dat je het er in plaats van zet. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus er niet tussen propt, maar gewoon weghalen, neerzetten. De verlichting moet je er gewoon lekker los in gooien. Niet moeilijk over doen, je moet het wel een beetje verdelen. Maar niet, want dan krijg je zo'n onnatuurlijke boom. Het ziet er wel heel erg gestroomlijnd uit. Dat komt door de ballen. Nou, kom verder. Dit is het tuintje. Het is echt postzegeltuintje. Denk je dat je genoeg hebt voor een echt kersthuis? Om te winnen bedoel je? Ik weet het niet. Dat moet ik echt zien. Ik moet kunnen gaan vergelijken. Weet ik niet. Nou, ik kan wel een beetje vergelijken. En bij Angela was het echt kerst. Kerst. Overal kerst. Ja, oké, kan. Ja. Dan is nu de grote vraag natuurlijk. Wie gaat er winnen? Nou, heel erg in mijn achterhoofd weet ik wel wie. Jij toch ook wel? Ik denk het ook wel. Was het die met die kerstlichtjes? Ja, en die mooie boom. Die mooie boom? Ja. Nou, ik weet wel over welke. Volgens mij zitten we helemaal op één lijn. Ja, toch.
Gaat dat? Ja. Prince Charming. Ja, nou, die heb ik wel op schoot. Nou, in één keer goed. We komen er wel. We komen er wel, we komen er wel. Laatste stukje bed. Even aanbellen. Rinus! Welkom! Hallo! Gefeliciteerd! Ja, je kan beter die van Web aanpakken. Kom maar, pak ik die wel. Ja. Wat is die blij, hè? Gelijk die prijs veilig stellen. Rinus, je hebt het mooiste kersthuis van 2013. Hartstikke leuk. Hoe voelt dat? Hartstikke leuk. Zag je me aankomen? Nee, ik heb niet thans gekomen. Ik had gedacht derde. Maar ja, toen werd gebeld en toen schrok ik even. Ja. Toch wel, hè? Ja. Maar nou, ik vind het hartstikke leuk. We hebben hier allereerst een mooie check voor je. Past er nog wel bij, denk je? Ja, ik heb wel nog wat ballen bij. Ik heb nog wat ballen bij. Ja, nou, ja, goed. Ja. Met plezier mag je niet helpen. Maar dat ook maken wel. Wat zit er allemaal in de Rinus? Want ik heb geen idee, hè? Ik kan mij alles wijs maken. Een boompje, huisjes, stro. Nep sneeuw. Ah, nep sneeuw. Oh. Die had je al, hè? Nee. Wij hebben niet gezegd dat soort dingen. Het is een hele grote verrassing. Ik krijg hem toch. Dat deed ik toen de deur open ging. Dat doet het wel. Dit was het kersthuis voor 2013. Volgend jaar zijn we er natuurlijk weer. Dus je kan jezelf nu al opgeven. En misschien wordt jouw huis volgend jaar dan wel de mooiste. Proost en een gelukkig nieuwjaar. Ja. Heb je het al uitgegeven? Ja. Makker. De volgende finalist had er niet eens heel erg veel. Ze hadden een heel leuk dag. Hier moet het dus ergens zijn. Ik zie daar. Maakt er geen flikker uit dat we heen rijden nu natuurlijk. Hoe is dat? Ik loop gelijk, als je dicht is, kan je gelijk open doen. Tot straks. Tot straks. Dit was hem voor deze week. Was het ook alweer? Dit was hem. Hé, hey, en net na Sinterklaas begonnen? Ja. Dag na Sinterklaas. Je bent er in september begonnen? Ja. Wanneer ben je begonnen? In september. September? Wacht even, sorry, ik moest lachen. Dit was hem voor deze week. Wat moet ik nou zeggen?